Het leven van Suze is 5 jaar geleden van de ene op de andere dag totaal veranderd. Tijdens een feestje voelde zij zich grieperig. En de volgende dag lag zij in coma in het ziekenhuis en werd er over haar uitvaart gesproken. Gelukkig heeft ze het overleefd, maar na 3 maanden coma werd zij geconfronteerd met haar nieuwe werkelijkheid. Zowel haar beide handen als ook haar beide onderbenen moesten worden geamputeerd als gevolg van een bacteriële infectie. Iets wat ons allemaal zomaar kan overkomen. Suze is tijdens haar revalidatie begonnen met schilderen en het schrijven van gedichten om deze enorme ommekeer in haar leven te verwerken. Haar schilderijen en gedichten heeft Suze samengebracht in een prachtig boek dat een ontroerend inzicht geeft in de bewonderenswaardige weg die zij heeft afgelegd de eerste 2 jaar van haar herstel. 3 wielen, gepast aan het nieuwe, rollende leven. Rolgenoten vergezellen mij. Kakelende symfonieën door vragende bossen. Zowel binnen als buiten verplaatst zij zich met een hoge rollator. Heel fijn dat ze daarmee naar de paarden kan lopen. Een grote hobby van Suze en haar man Siem. Maar haar aangepaste 3-wielfiets geeft haar het grootste gevoel van vrijheid en onafhankelijkheid. Dagelijks maakt ze fietstochten van zo'n 30 à 40 kilometer. En inmiddels staat er al meer dan 15.000 kilometer op de teller. Van het boek zijn de eerste 200 exemplaren inmiddels verkocht. De volledige opbrengst hiervan is voor de aanschaf van aangepaste fietsen voor jongeren met een vergelijkbare handicap. Maar de kosten van zo'n fiets zijn enorm hoog. Een basisfiets kost ongeveer 3.500 euro. Deze fiets wordt vervolgens aangepast aan de handicap van de persoon voor wie de fiets bedoeld is. En om een beetje een idee te geven, de fiets van Suze kostte bijna 8.000 euro. Een eerste exemplaar is dan ook nog niet gerealiseerd. Suze is ervan overtuigd dat de fiets cruciaal is geweest voor haar herstel. Door deze fiets heeft ze de onafhankelijkheid en zelfredzaamheid teruggekregen die zo typerend is voor haar. Juist het gevoel onafhankelijk te zijn is zo ontzettend belangrijk. Vooral voor jongeren die zich in een soortgelijke situatie bevinden. Suze wil dan ook niets liever dan dat zij dit ook kunnen ervaren.